Dus elke keuze die je maakt, heeft impact. En wat ik wel leuk vind in dit verband, is dat Matt Mullenweg die heeft daar verschillende stadia van, um, van hybride werken heeft gemaakt. En nul is gewoon, ja, dat kan gewoon niet. Weet je, fysieke aanwezigheid is vereist. Ik kan niet, ja, patiënten liggen in een bed, daar moet ik heen. Dat is weinig hybride werken mogelijk. Dan heb je die tweede die zegt van ja, we hebben nog niets gedaan aan online werk. Ik denk dat het merendeel van de organisaties daarin zat voor 15 maart vorig jaar. Ja, dat was niet nodig. Ja, een beetje thuiswerken, we hadden nieuwe werkenprogramma's. Het was allemaal heel ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Nog niet zoveel gedaan en toen moest het. En toen zijn we aan masse online kantoortje gaan spelen. Ik denk dat het merendeel daar nu zit. Online kantoortje spelen. En het volgende stadium, wat Mad Mullenweg zegt, dan ga je kijken welke technische mogelijkheden zijn er nu om dat beter te gaan doen. Dus welke apps kunnen we gebruiken, hoe kunnen we techniek benutten, wat doen we nou eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar een internationale organisatie als een, een multinational, die heeft een tafel. Daar moet iedereen aan zitten. Het is een halve tafel. En de andere helft van die tafel staat in het andere deel, bijvoorbeeld in Engeland. En daar hebben ze ook een halve tafel. Zitten ze ook tussen bepaalde puntjes. Maar visueel lijkt het alsof je aan één tafel zit. Ja, dat zijn fantastische vergaderingen. Want je hebt het gevoel dat je echt samen op die context zit. Dat is dus een techniek benutten. Heel praktisch is het in het klein, dat kan je morgen doen. Dat mensen nu zeggen: ja, ik heb ontdekt dat als ik een functioneringsgesprek moet voeren... dat dat helemaal niet in één ruimte onder een TL-balk hoeft. Maar dat kan dus gewoon al wandelend in een bos... dat ik audio bel met mijn collega die een paar kilometer verderop in een ander bos. We hebben nog nooit zulke mooie gesprekken gehad. En dat ga ik niet meer opgeven, want ik ga dat niet weer vervangen... door samen uit een plastic koffiebekertje matige koffie in een tl te voeren. Dus, dus we gaan opnieuw kijken. En als je dan daarbovenop zegt... nou, we gaan dan ook nog asynchroon samenwerken, kijken wat daar allemaal kan... Dan zegt Matt Mullenweg dat je uiteindelijk in het Nirvana komt. Nou, dat laat ik even aan hem en aan jullie.